I'm a bit of Radio to Copper Dog Live Residential Selections. Radio to Copper Dog Live Residential Selections. Residential Selection. Radio to Copper Dog Live. Radio to Copper Dog Live Residential Selection. Club Mix. Club Mix. Lucian the Bay in the mix.
We dancing. Confusing to any who give into its gaze of melting pot fantasy turned mongrel stew daydream. Hey, you know, maybe they'll start calling us blacks Indians, and us Indians coloreds, and us coloreds Bantus and Hottentots. Most of the brothers I know will find a way to make it hit, and then hop their way to the NAACP for some more superficial smoke screens to lay over the rest of the truth. And then we can get back to doing what we do best. Shooting down our own stars in the night. And sleeping with one eye open to welcome the safety of the morning light. Now, I've committed murder. Only it was in my head and out my mouth in front of my boys at the basketball court. Perpetrating a fraud for props like brothers do day to day. Bags of lies outweighing my body by 41 gunshots worth of injustice. So I drink my news like lukewarm tap water. A weak Shirley Temple margarita of information. Got me wiping my mouth with hypocritical fingers and pinching up my nose like they always lying about something. You know, they just keep trying to hold brothers like us down. But I wonder, just who are they? And exactly which us have I been saying is being held down? It's like, ain't nobody got their hands on me and I still can't get up off my high horse long enough to face up to whatever I've been running from. Crying foul in a dirty business. And it's permissible because we all hypocrites anyway. All you gotta do is make up your mind, like either carry the ball or drop it. There's plenty more players ready to get in this game, making us all damn near expendable, replaceable, typical. I drink my news like lukewarm tap water. Weak Shirley Temple margarita of information. I've committed murder, only it was in my head and out my mouth in front of my boys at the basketball court. Pondering where to start, I stand on the fringe between talking loud and saying nothing. Crying foul in a dirty business.
my news like lukewarm tap water. Goedemiddag allemaal. Hallo. Ja, er wordt ook gepraat in deze show. Jullie dachten natuurlijk dat het 2 uur lang alleen maar knallen was, maar dat gaat nog niet gebeuren. Welkom bij de Nightlife Clerks. We zijn weer aan het eind van de maand. Maart inmiddels alweer. Het festivalseizoen staat voor de deur. Daar gaan we het zo over hebben. Ook deze maand weer een hele bijzondere uitzending met hele bijzondere gasten. Want we hebben weer een soort van take-over vanmiddag. Radio Nachtlab wordt overgenomen door Radio de Koperen Hond. Ga je je afvragen, Radio de Koperen Hond, misschien wel ergens een keer gehoord die naam. Misschien breng je het in verband met feestjes, zou best kunnen. Gaan we het zo meer over weten. We doen net alsof we het niet weten. Maar zoals jullie weten begin ik altijd even met het nieuws. Dan kijk ik even achterom, oud nieuws eigenlijk van deze maand, wat er allemaal gebeurd is. Nou ja, is wel weer het nodige gebeurd, ook op legal vlak. Deze week, we gaan gewoon stap voor stap terug in de tijd deze maand. Deze week, eerder deze week, nam het Europees Parlement dan eindelijk een nieuwe richtlijn aan voor verandering van de auteurswet. En dat heeft er onder andere mee te maken dat ze wat meer evenwicht willen brengen op de markt van de digitale exploitatie. Dus vooral tegen de Googles van deze wereld, de YouTubes. Ze vinden dat die te weinig betalen en nou goed, daar moet wat aan gebeuren. En het befaamde artikel 13 in die richtlijn, wat de laatste maanden als een soort spook rondwaarde. Hè, wat dan, waarvan wordt gezegd dat er een soort van blokkade, een soort filter gaat komen. Dat alle content die wordt geüpload, die moet eerst door een filter. Nou ja, dan is even de vraag, kom je daar doorheen of niet? Hè? Dat is een beetje de grote discussie. Maar dat is allemaal aangenomen. Dus ja, binnen nu en 2 jaar moet die richtlijn ook in Nederland wet zijn. En we gaan zien waar dat naartoe gaat leiden. Dat gaat ongetwijfeld voor discussie zorgen, ook in de uitleg van die wet. Voor onze advocaten is daar natuurlijk altijd genoeg werk weer uit te halen. Maar we gaan het zien waar het naartoe gaat. Al dan niet dus met die filter die gaat komen. Wat er verder nog deze maand gebeurde. Ik heb in ieder geval gezien dat weer de discussie over De La Soul, de classic albums van De La Soul, opleiden. En dat heeft te maken met dat die albums dan kennelijk nu eindelijk digitaal beschikbaar komen. Dus je kan eindelijk, kan je 3 Feet High and Rising kan je streamen. En dat heeft ermee te maken dat het label van De La Soul, Tommy Boy Records, dat zij kennelijk op de een of andere manier het geregeld hebben dat die albums online gaan komen. Waarom doen ze daar zo moeilijk over? Nou, dat is een goede vraag. Dit item is al een paar keer teruggekomen de afgelopen maanden. Okay. Wat er aan de hand is, je kent die albums natuurlijk, bijvoorbeeld ja, 3 Feet High and Rising. Ik ken De La Soul, maar ik was bijvoorbeeld niet op de hoogte dat het niet te streamen was. Nou,
De achtergrond is 3 Feet High Rising en Stakes Is High bijvoorbeeld. Hun eerste albums, die staan stijf van de samples. Dat was in de tijd dat met name in de hip-hop natuurlijk iedereen ging samplen. Uh-huh. En zij hebben met veel pijn en moeite, ook wel met duwen en trekken, met allemaal rechthebbenden toen, hebben ze uiteindelijk ook door geld te betalen die samples min of meer allemaal gecleared. Hè. Dus ze mochten die albums toen op vinyl en cd uitbrengen. Mm. Maar die clearance, dan heb je het over eind jaren 80, begin jaren 90. Toen was er nog geen internet, was er nog geen streaming. Dat kenden we niet. Je wist ook niet dat dat ging komen, zeg maar. Die clearance, die toestemming is eigenlijk alleen maar gegeven voor de fysieke producten. Dus voor vinyl, cassettes en cd's. En niet voor digitale exploitatie. Aha. Dus het moment dat jij Spotify en noem maar op gaat krijgen, dan moet je eigenlijk weer langs al die partijen allemaal weer toestemming vragen. Alsjeblieft die samples mag gebruiken. Ja. En niemand durfde zijn vingers eraan te branden. Dus dat is de reden waarom die albums tot de dag van vandaag eigenlijk niet te streamen waren. Op een legale manier. Nou, ik vind ze live toch veel beter. Maar... Ja, maar ik haal dit naar voren omdat het ook wel belangrijk is voor de jeugd. Zeg maar. Als je die muziek niet kent van vroeger. Je hebt een vader misschien die plaat heeft. Dan heb je mazzel, want dan staan die platen in de kast. Maar is het niet zo, dan kom je dus niet in aanraking met die muziek. Op een normale manier. Terwijl dat zou je wel moeten kunnen streamen. Dus dat is een beetje de achtergrond. Kijk, maar er bedankt. Komt nu licht aan het einde van de tunnel. Dus als het goed is, gaan ze heel snel online met die muziek eindelijk. Oké. Wat ik al zei, niet zonder slag of stoot. Discussie is nog wel of het dan eerlijk gespeeld wordt of niet. Tommy Boy Records, dat las ik dan in ieder geval, stelde De La Soul 10% royalties, geloof ik, in het vrijzicht. En zij wilden zelf de rest hebben, de 90%. En dat is natuurlijk onredelijk, dus De La Soul kwam in opstand. In Amerika, allerlei partijen gingen ze ermee bemoeien, namen het op voor De La Soul. Dus het laatste woord is er volgens mij nog niet over gezegd als het gaat om het geld. Maar we gaan een bepaalde kant op. Dance Fair was er ook deze maand in Utrecht. Was ik zelf ook. Ik heb samen met Esther van der Poel, voor onze luisteraars, mental coach, die hier al een paar keer is geweest om over mental coaching in de muziek te praten. Daar hebben we ook een soort van workshop gegeven, getiteld Mental Coaching, de hype voorbij. En dat ging er vooral over dat, met het overlijden van Avicii vorig jaar kwam het ineens weer in de aandacht. Maar wij willen eigenlijk veel verder kijken dan zo'n incident, wat dan een tragische gebeurtenis die gebeurt. Want dit is iets wat eigenlijk voor iedereen voor altijd belangrijk is, dat je gewoon zorgt dat je gewoon lekker in je vel zit. En dat je daar af en toe gewoon op tijd de hulp van een coach bij inroept. Dat was op Dance Fair. Wat hebben we nog meer gehad? Kraftwerk, daar is nog geen uitspraak in die zaak die we ook al eerder hebben aangehaald. Zitten nog steeds te wachten op witte rook van het Europees Hof. Of 2 seconden drumbeat, of je dat zomaar mag samplen van Kraftwerk. En er is dus een hiphopgroep, even om jullie bij te praten, hiphopgroep in 1997 geweest. Die heeft 2 seconden gebruikt van een plaat van Kraftwerk. En die zijn nog steeds aan het procederen daarover. Kraftwerk werd boos en principe kwestie. Ja. Zitten nu bij de hoogste rechter na, 20 jaar procederen. Wow. Okay. Dus bezint eer je begint. Even kijken, wat hadden we nog meer? Nee, volgens mij was dit wel het nieuws wat ik... een ander interessant ding wat me nog opviel. Laatste, en dan gaan we over naar Radio De Koper Hond. Dat is ook wel eens bij ADE aan de orde geweest, 2 jaar geleden. Toen hadden we het over artificial intelligence. En dus dat je dus bepaalde technieken gaat inzetten om muziek te maken. Dan heb je het niet meer over mensen die dat doen, maar dan heb je het meer over een soort van computers of software die de muziek gaan maken. Warner Music maakte deze maand bekend dat ze een algoritme getekend hebben. Dus er is gewoon een platendeal, niet met een artiest, maar met een algoritme om een soort van mood music te maken. Dus in plaats van dat je dan een artiest tekent, teken je een algoritme. Ik ben wel benieuwd naar die rider dan. Ja, nee, ik ook. En als advocaat ga je dan denken van, wie sta je dan bij? Wie is mijn klant? Kom je samen met een algoritme zo'n zaal binnen en zeg je van, we willen een beter contract? Of, lijkt me wel gezellig. Ja, maar het is wel iets voor de toekomst, zeg maar, dat nu platenlabels algoritme gaan tekenen. Ja. Dus ook dat is wel een interessante ontwikkeling. Tot zover het nieuws van maart. En het weer nog, of niet? Het weer, als we naar buiten kijken, is het een beetje een grijze dag. Maar we zijn heel positief. De zon breekt door. Radio De Koperen Hond komt eraan. Koper staat ook een beetje voor de zon, zonlicht. Daar zit iets positiefs in. Dus ik heb hier achter mij een hond staan. Ik ga hem even pakken. Ja, dat is hem. En hij is loodzwaar. Even voor onze, niet alleen luisteraars, maar de kijkers. Even de Koperen Hond. Ik wil vragen of jullie je zo aan onze luisteraars gaan voorstellen. Maar voor je dat gaat doen, toch even de vraag over deze hond, de Koperen Hond. Het soort kip-ei. Wat was er eerder? De hond of de koperhond? Dat is een hele goede vraag.
Ik denk dat de hond altijd eerder was. Voordat ze hadden bedacht om hem ook een keer in koper te gieten. Maar deze hond, die is er inmiddels al wel een tijdje. Die draait al wel een tijdje mee. Het is eigenlijk een afgietsel van een Ierse setter. Dat is even kort over dit hondje. Maar de koperen hond, dit is wel een symbool van de koperen hond. Maar de koperen hond staat voor meer. En de naam komt eigenlijk van iets heel anders. Namelijk van het grootste kanon ooit gegoten. En dat is eigenlijk een referentie naar Floris de Ridder. Waar wij wel groot fan van waren. En nog steeds zijn. En een van de afleveringen wordt de koperen hond ingezet om Oldenstein over te nemen. En dat is dus het grootste kanon. En zodoende hebben we alle gekkigheid om een stokkie en zitten we nu hier. Het is een soort dikke Bertha in de Eerste Wereldoorlog. Dan werd er gepraat over de dikke Bertha. Dat was het grootste kanon in de Eerste Wereldoorlog. Ja, het had ook radio de dikke Bertha kunnen zijn. Maar... Ik voel iets aankomen. Ja, voor onze luisteraars en kijkers, want die hebben nu een hond gezien, die zien hier twee gasten, die zien mij natuurlijk. Traditie is, als we minimaal twee gasten in de studio hebben, dat ik jullie vraag om elkaar even te introduceren. Dat is wel zo persoonlijk. Dus zouden jullie aan onze luisteraars, voor degenen die dus helemaal niet weten wie de koperen hond zijn, is wie jullie zijn, om toch even Goed een soort idee. Tip van de sluier op te lichten. Wie Goed zijn idee. Jullie? Wil jij beginnen, Luc? Ja, natuurlijk. Recht tegenover mij zit niemand minder dan Carrie Slee. Hallo. Ook wel bekend van de boeken. Bij ons heeft ze meerdere functies. Maar een mooi wijf blijft het sowieso. Dank je, Luc. Dank je. Je bent ook een lekker ventje. Voor mij staat Luc, ook wel Lucian de B genoemd. Luc is een van de Koperhond Residents, maar eigenlijk ook veel meer dan dat. Luc is een drijvende kracht achter de koperen hond, zowel voor als achter de schermen. Gewoon ook echt een lekker ventje. Maar waar kennen jullie elkaar van? Gewoon even los van de koperen twee, hond, wij twee. Helemaal terug in de tijd. Dat gaat een tijdje terug, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Wij komen uit hetzelfde dorpje, min of meer. Noordwijk, Noordwijkerhout. Daar komen we vandaan. Daar komen veel mensen van de koperen hond vandaan. En Luc en ik hebben ook nog eens samengewoond. Zeker. Dat was mijn allereerste huis hier in Amsterdam, in Geuzeveld. In de ghetto. In de ghetto. Dat gaat denk ik wel een jaar of 15 terug. Ja, een jaar of 15. Zoiets. Middelbare school. Ja. Muziek maken. Tafelvoetballen. Tafelvoetbal, sowieso. Bier drinken. Ja. Klinkertje. Klinkertje. Zo, kijk. We waren altijd Team Golden Shower. Ja. Ongenaakbaar. Ook wel. Vernederend zelfs. Dus ja, zo mag je het ook wel noemen. Er werd hier trouwens een singeltje geplucht. Dat zien jullie niet, maar er werd hier Clouseau, daar gaat ze, geplucht. Iemand wil kennelijk dat die single gedraaid wordt. Dat kan zo nog wel. Arnoldus is zojuist binnen. Dat is ook een van onze rakkers, zoals we dat graag noemen. Die zal zich zo ook nog wel even laten zien, hoop ik. Maar met hoeveel zijn jullie? Dus misschien wel even goed om te kijken. Kijk, als jullie 30 man zijn, dan staan we gewoon de hele middag zijn we mensen aan het voorstellen. Puur dat is ook leuk. Dat is de verwachtingen manager. Als het goed is, komen er nog twee mensen bij. Maar we zijn in totaal wel met een groep van 30 plus, ja. Ja. En Lucien de B hier naast me. Ja. Over jouw muzikale carrière, even los van de koperen hond. Ik neem aan dat je eerder bezig was met muziek. Klopt. Zoals ik net al zei, op middelbare school zijn we altijd al bezig geweest met muziek. Dus al vanaf de tienerjaren. Veel van ons hebben in bandjes gespeeld, instrumenten bij elkaar in de band, gejamd. Avondjes stappen, je eindigt een of ander hok en je pakt allemaal een instrument op. En je begint een beetje te jammen en ja, daar begint het eigenlijk, de liefde voor muziek. Op een gegeven moment de band ingeruild voor... de elektronische muziek, omdat dat toch wat makkelijker te organiseren is. En minder discussiëren ook, vooral. Yeah. Ja. En gewoon heel erg leuk. En iedereen heeft... Ik vind het ook heel leuk om samen met anderen uit de groep muziek te maken. Maar iedereen heeft een beetje zichzelf ontwikkeld op zijn eigen manier. En zo ik ook. Wel aardig wat gigs
gehad en ik hoop nog vele te komen. Maar pakken jullie ook nog wel de instrumenten op, even los van het elektronische, dat je zegt van het is af en toe leuk om die band weer een beetje nieuw leven in te blazen, of is dat echt van vervlogen tijden? Er worden wel eens getrommeld op de klikobak bijvoorbeeld. Ja, precies. Er worden wel eens geschreeuwd onder de douche. Af en toe een gitaartje oppakken, maar het is niet meer wat het geweest is. Het is toch een beetje de roest in de vingers en ja, vergaande glorie wil ik het niet noemen, want het is altijd, ook al gebruik je niet je dingen die je geleerd hebt om direct gitaar te spelen, je gebruikt het altijd in je muziek en soms pak je ook een gitaar op om een plaat te maken of een basgitaar om een baslijn in te spelen voor een elektronische plaat. Maar ja, echt op het podium weet ik niet heel snel of ik nog een instrument in handen zou hebben als het zijnde een snaarinstrument. Maar ik heb wel gelezen dat jij volgens mij wel werkt aan een live show. Dat je naast je sekje DJ'en, dat je ook bezig bent met het voorbereiden. Of je bent misschien al een stuk verder om een live show neer te zetten. Ja, dat is het is een live show. Het zou een hybride live show worden. Er zitten DJ-aspecten in. Er zitten ook drumcomputers in. Effecten. Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk om loops goed over elkaar heen te stapelen, zodat je energie kan behouden en dat je eigenlijk wat meer een verhaal kan vertellen dan van plaat naar plaat draaien, wat ook leuk is natuurlijk, voor alle vinylpuristen onder ons, waarvan ik er zelf ook wel geloof dat ik daarvan eentje ben. Maar, je bent er wel eentje, hoor, Luc. Maar loopen en het zelf een verhaal kunnen vertellen en een track uit elkaar halen en daar iets nieuws van maken, dat vind ik wel meer uitdagend. En tijdens dat je dat doet, kan je ook eigenlijk meer fout doen, waarvoor het voor mij spannender is om het te doen. En de vraag is of mensen dan weten of het fout gaat, hè? Want dat is de perceptie van jezelf, dat het, als je live speelt, heb je natuurlijk een bandbreedte waarbinnen je mag of kan opereren. En de vraag is of mensen dat ook echt als fout zien, terwijl je gewoon misschien lekker aan het improviseren bent. Nou, je moet gewoon heel erg hard blijven lachen en ja knikken. Terwijl je het aan het doen bent, dan kom je er meestal wel mee weg. Wie zijn jouw grootste inspiratiebronnen qua muziek? En dan helemaal terug naar het begin van je muzikale carrière, je loopbaan. Dat je op een gegeven moment geraakt werd door bepaalde muziek of door bepaalde mensen. Dat je dacht van, ja, zo wil ik het ook. Of een stukje van dat en een stukje van dat. Nou, voor mij vroeger, toen ik klein was Radiohead wel mijn grootste inspiratiebron daar was ik wel heel erg fan van. En ik heb gelukkig laatst ook een keer live gezien en ik was helemaal vergeblazen. Dus nog steeds eigenlijk wel fan. Tegenwoordig, elektronisch, het neemt wel iets meer over. Ook heeft Radiohead die elementen zeker ook. Maar producers zoals Plastic Man bijvoorbeeld en zijn live set, dat vind ik ook wel heel erg imponerend en zie ik ook zeker als echt een inspiratie voor mij. En jij, Eltjo? Heb jij bepaalde muzikale inspiratiebronnen van jaren geleden? Een genre, een overkoepelend genre waar ik heel erg van hou en dat is funkmuziek. Dat wil ik eigenlijk altijd wel een soort van, dat zoek ik toch altijd weer op. En dan niet zozeer in het maken van muziek, want daar heb ik met Luc heel even kort aan geproefd. Maar ik heb uiteindelijk toch gekozen om een ander pad te bewandelen dan dat van de muzikant. Maar dat neemt niet weg dat voor mij funkmuziek, en dan heb je het over Maceo Parker, maar ook wat meer hedendaagse funkbands. De laatste ontdekking die ik heb gedaan, of in ieder geval waar ik niet op kan houden om naar te luisteren, is Vulfpack, band uit Amerika, waar ik heel erg fan van ben geworden. Dus vooral rauwe funkbeats vind ik gewoon erg leuk om naar te luisteren. En verder de elektronische hoek. Van mij mag het hoe gekker hoe beter eigenlijk. Dus meer een beetje de intergalactische, kosmische ketapop vind ik erg leuk. De Koper Hond had dus een funkband kunnen zijn. Je hebt wel een bandbus, want daar moest ik meteen aan denken toen je het over een band had. Je kwam hier aanrijden in een enorme bandbus. Toch? Ik bedoel, of zit je er alleen? Er is ook op het dak van die bus is er wel eens live muziek geweest. Dus vanuit de Koperen Hond vinden we het wel nog steeds leuk om ook dingen met live muziek te doen, zoals we vorig jaar met Wildeburg bijvoorbeeld hebben gedaan. Toen heeft er een bandje gespeeld op het dak, of een bandje voor de bus, en dan
met instrumenten op het dak. En ja, dat is wel nog steeds heel leuk om ook te faciliteren. Maar bijvoorbeeld op Into the Woods hadden we ook Dario Rossi. Ja, ook. Dario Rossi inderdaad. Niet op het dak, maar nee. Wel voor de bus. Ja, dus vanuit de Koperen Hond is de live of instrumentale muziek is nog niet... is niet uitgestorven. Niet uitgestorven, is nog steeds heel leuk om... om dingen mee te doen. De Koperen Hond is eigenlijk een podium voor bands. Dat is het. Letterlijk. Ja, voor artiesten. Ja. Maar kan je de luisteraars beschrijven hoe die bandbus eruit ziet? Kijk, ik zei al gekscherend in het begin, voordat we live gingen. Ik zag je aankomen rijden hier. Ja. Ik moest denken aan Dump and Dumber. Dan heb je die bus met die hondenoren, zeg maar, de Koperen Hond. Dan ga je daaraan denken. Maar dat is het dus niet. Kan je beschrijven hoe jullie bandbus eruit ziet? De bandbus... Dat is een rode brandweerauto. Mercedes 408 heeft ook dienst gedaan bij de vrijwillige brandweer in Weerblek. Ongeveer 45 jaar geleden. Toen is die gebouwd. Een Duitse bus. Hoe is dat een bandbus geworden? Dat is, was eerst een koffiebus en nu is het een podiumbus geworden. Dus het is eigenlijk een beetje een geëvalueerde versie van... Ja, de bus heeft al veel functies gekend. De allereerste functie was overigens een vakantiebus. Wij wilden een bus voor onze vrienden om mee op vakantie te gaan. Dat hebben we ook gedaan. We zijn eigenlijk al heel Europa rondgereden met dat ding. En daarnaast zijn wij er op een gegeven moment koffie mee gaan verkopen. En we hebben er een espresso machine ingezet. En van daaruit zijn we verschillende festivalletjes afgegaan. Waar we eigenlijk niet doodgevonden wilden worden. Dat was eigenlijk helemaal niet ons ding. Om tussen allerlei, ik noem het azijnpissers te staan. Die er eigenlijk zelf helemaal geen lol in beleven om daar iets te doen. Dus daar komt eigenlijk een beetje de evolutie naar de Koperen Hond ook vandaan. Omdat wij op een gegeven moment dachten... Het vermaak. Laten we het ook eens leuk maken voor onszelf in de eerste plaats. Maar ook voor de mensen die hier naartoe komen. Het is eigenlijk, als ik het samenvat wat jij nu vertelt, het is meer een soort koperen paard van Troje. Je bent dus eigenlijk als een koffiebus stiekem op festivals gekomen, koffie verkopen. En ondertussen dacht je van, hey, dat feestje kunnen wij beter. Daar kan veel meer liefde in gegooid worden. Weet je wat, laten we die koffie aan de kant schuiven en dan maken we gewoon een feestje van. Ja, dat is eigenlijk letterlijk wat we hebben gedaan op Into the Woods 2 jaar geleden. Dus dat paard van Troje vind ik een hele mooie vergelijking. Want daar werden wij ook inderdaad gevraagd om de koffie te doen. En ook wel in oogschouw nemende dat wij een hele leuke koffiebus zijn. Waar je ook vertier mee kan brengen. Alleen hebben we toen op Into the Woods er niet bij gezegd dat we ook maar een DJ-boot neer zouden zetten. Met L-acoustic geluidssysteem. En eigenlijk op een gegeven moment zoveel geluid hadden staan en zoveel... feest dat het veldje naast ons eigenlijk compleet leeggedraaid werd door ons. Nou, toen dachten we, oké, dit is wel serieus en dit vinden we eigenlijk ook wel heel leuk. En, ja. Koffie plus. Koffie plus, ja. Maar gelukkig kan het bij Wildeburg. Volgens mij denken ze daar niet heel erg in hokjes. Zo van, dat kan niet. Wat dat betreft hebben we aan Cultlab inderdaad een hele fijne partner gevonden waar we hele leuke dingen mee hebben gedaan en ook weer gaan doen. Ja. En is het dan het vakje aankruisen, zeg maar? Ik probeer me heel plastisch voor te stellen. Ze bestellen bij jullie de koffiebus de eerste keer, zeg maar. Dus dan heb je een soort offerte. En dan een krabbeltje eronder en een kruisje aan van, nou, ik wil koffie. En dan kan je dan ook aankruisen de plus, koffie zeg maar, plus dat je een soort van feestje erbij krijgt? Of? Zo is het niet meteen gegaan. We hebben natuurlijk niet zomaar, het gaat niet zonder slag of stoot. Op een gegeven moment merk je ook wel, het neerzetten van zo'n... professionele feestproductie, wat we eigenlijk nu ook aan het doen zijn, dat is natuurlijk wel even andere koek. En daar heb je ook wel, daar moet je net even een ander spelletje voor spelen ook. En daarmee bedoel ik dat je met veel meer dingen te maken hebt als decorbouw, als techniek, als artiesten, als noem het maar op. Logistiek. Logistiek, ook een hele belangrijke. Dus dat heeft zich allemaal geëvalueerd in de afgelopen 4 jaar, eigenlijk 4, 5 jaar dat ik ooit begonnen ben met de koffie. En dat is best wel gaat best wel goed. Jullie bieden nu wel koffie aan, zo wordt het nu andersom. Dus er is gewoon feest, dat zien jullie. Het is eigenlijk kan ook een koffietje krijgen. Ja, het zit nu eigenlijk hebben we het eigenlijk nu weer volledig losgetrokken. Dus de koffiebus is eigenlijk niet meer, niet in deze vorm. Er is nog wel een koffiebus, maar dat is weer een andere bus. En dit is nu... ons podiumbus eigenlijk, het kloppende hart samen met de aanhanger, die hoort er eigenlijk ook nog bij. Dat is het rakkertje.
Dat is, die heet ook zo, het rakkertje? Ja, het is inmiddels wel een begrip gewoon. Als ik, het rakkertje. Zeker. Het is een omgebouwd radiostation eigenlijk. Een beetje zoals dit. Lijkt ook wel een beetje op dit. Maar nee, het is een boot op wielen die je erachter hebt hangen, bedoel je? Het is eigenlijk een plug-and-play radiostation. Waar je in kan zetelen. En dan mensen kan uitnodigen om ook, net zoals hier in de studio, te komen. Radiopiraten avant la lettre zijn jullie. Jullie rijden gewoon met een soort rakkertje door het hele land. Onder het mom van we verkopen koffie. En ondertussen zijn jullie gewoon een soort promotor, feestorganisator. Bij een podium. Ja. En heb je ook nog je eigen radiostation meegenomen. Ja, zo is het eigenlijk. In de notendop. Zo komen we nog eens ergens. Ja. Ik wil jou vragen, Lucien. Je staat hier naast mij om nog heel even wat muziek op te zetten. Lekker. Dan gaan we na het muzikale intermezzo gaan we wat dieper in op de Koperen Hond. Want het is nu natuurlijk al een paar keer gevallen, maar misschien dat mensen wel iets meer willen weten over de Koperen Hond. Waar jullie allemaal voor staan, waar het allemaal naartoe gaat. Hebben we ook luisteraarsvragen of niet? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb bij Nachtloop in het begin ook aangegeven, eigenlijk zou je een soort interactiviteit moeten hebben, dat je op Facebook of zo kan je denk ik wel comments plaatsen onder de stream. Dus dat wel. Maar dan moeten we even de stream in de gaten houden of daar opmerkingen en of vragen van luisteraars komen. Maar inbellen is nog geen optie. Okay. Jammer. Ik wil ook graag Carrie wel uitnodigen hier naast mij. Ja, dat is goed. Als dat kan. Let's go. Carrie. Voor een kleine plaat. Gezellig. Misschien twee. Misschien twee. Dus niet Lucien gaat nu een plaat opzetten, maar Carrie gaat een plaat opzetten. Heb jij al daar goed over nagedacht of ga je nu gewoon on the flow, denk je van, hoppakee. Ja? On the flow, ja. Je laat gewoon de moed voor zichzelf spreken. Er zijn speciale selectie gemaakt van platen voor Nachtloop hier vanmiddag. En er werd net zelfs afgestoft, werd vinyl afgestoft. Dus er zaten wel wat oudjes tussen die al een tijd niet meer gedraaid zijn, maar die worden nu wel gedraaid. Ondertussen praat ik onze luisteraars nog even bij, zeg maar. Hey, ik moet even die platen aan elkaar praten. Ja, gaat het goed? Oké, we gaan nu even wat muziek beluisteren en dan zijn we zo weer bij jullie terug met Radio De Koperen Hond. Before we see you, you take it all.
everybody thinks we're wrong. Mother, who are they to judge us? Mother, mother, simply call me sweet where I am. Mother, ooh. Oh,
daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Daar staat ze. En zoveel gratie heb ik nooit gezien. Soms praat ze terwijl ze slapen met mijn kussen speelt. Ik laat ze, zolang ze maar met mij mijn lakens deelt. En zelfs de hoeders van de wet kijken minzaam als ze fout parkeert. En zelfs de flikken hebben pret als ze sensueel voorbij marcheert, ongegeneerd. Ik weet wel dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft. Zij met anderen haar tijd verdrijft. Zij heeft soms geheimen waar ik liever niets van weet. Zij zweeft soms en droomt zodat ze soms ook mij. Ja, daar zijn we weer, daar gaat ze, met Clouseau, hoorden we net. Dat zag ik al, dat hebben jullie niet gezien, maar dat kwam al als een soort verzoek hier net voor het raam. Ja, we hebben inmiddels... En we draaien hem ook gewoon, hè? U vraagt wij draaien, het is hier, ja, u vraagt precies, wij draaien. Precies. We hebben een extra gast gekregen. Tegenover mij zit Arnoud. Ja. Kan je jezelf, nee, niet jezelf, want dat weet jij natuurlijk niet. We hebben net elkaar zo als ware voorgesteld. Misschien kan jij Arnoud even voorstellen. Wie is Arnoud? Arnoud is, een van de twee van het inmiddels befaamde duo Effen Denken. Effen Denken heeft inmiddels wel een mooie centrale plek verworven in het kloppende hart van de Koperhond. Dit is onze radioman. Dus ja, het is wel mooi dat jullie nu als twee radiomannen tegenover elkaar zitten. Dit is een soort natuurlijke habitat voor je, hoop ik. Aangenaam. Ik kan er zelf niks aan toevoegen, Carrie. Dank je wel. Je ziet er ook heel ontspannen uit. Gewoon heel relaxed. Gewoon. Je bent gewoon thuis. Dit is gewoon jouw plek. Ja, zo voelt het ook, ja. Ja, we hadden je eigenlijk misschien vanaf minuut 1 er al bij moeten hebben. Ja, maar ik moest nog even naar de Rattenplan. De kringloop hier op de hoek. En dan kom je thuis met zo'n banger van een plaat. Clouseau, daar gaat die ze. Heb je hier ook op de kringloop gekocht? Ja, hier om de hoek, ja. Soms ruik je dat het er ligt en dan... Ja. Daar gaat ik. Het had zo moeten zijn. Ja. Daar ga je. Ja, daar ben je. Daar ben je. Ja, prachtig. Even om jou bij te praten. We hebben het eerste uur voor dat muzikale blokje hiervoor... hebben we het gehad over een beetje de achtergrond van Lucian de B. En van Elcho, waar jullie vandaan komen. Wie jullie inspiratiebronnen waren. We hebben het gehad over dat jullie misschien... eigenlijk een soort band hadden kunnen zijn op dit moment. Het is allemaal anders gelopen. Er is wel een bandbus gekomen. Nou, via de bandbus kwamen we op dat jullie eigenlijk koffieverkopers waren. En dan als een soort paard van Troje langzaam op festivals zo stiekem binnen zijn geslopen. En jullie verkochten eigenlijk meer Koffie Plus. Die plus was dat je ook een feestje bracht. Van het een kwam het ander. Nu is het eigenlijk omgedraaid. Heb je een feestje, zijn jullie. En je hebt ook nog misschien koffie in de aanbieding. We hebben het ook over een aanhangwagen gehad, het rakkertje wat achter de bus zit. Dat is eigenlijk jouw equipment, dat is jouw radioboot die dan door het hele land wordt gesleurd. Ja, daar zit ik nog liever dan hier. Ja, deze is ook wat te groot om in een aanhangwagentje te proppen, denk ik. Of we moeten als een soort bouwpakket zien. Maar dat gaat hem niet worden. Ik wilde het tweede uur, en daar zijn we nu in aanbeland, wilde ik met jullie het hebben over echt de Koperen Hond. Wat is nou Radio de Koperen Hond? We hebben het gekscherend over die hond gehad, die staat hier achter mij. Wat was er nou eerder, kip, ei, de hond of de naam of andersom? Dat weten we inmiddels. Maar even als onwetende radioman,
Radio de Koperen Hond. Als je googelt, gewoon even als voorbeeld, je gaat googlen Radio de Koperen Hond, dan krijg je wel wat afbeeldingen op leuke feestjes, op Into the Woods, op Wildeburg, op Defcon hebben jullie volgens mij ook gestaan. Maar je staat volgens mij niet standaard of helemaal niet op de flyer. Je bent eigenlijk een soort onbekende. Je bent er ineens op het veldje, wat je zei bij Wildeburg, half bij de camping, half richting de rest van het festivalterrein. Maar ja, waar staan jullie voor? Even terug naar helemaal dieper liggende DNA van Radio de Koperen Hond. Wat zijn jullie idealen? Wat drijft jullie? Nou, ik denk dat we hier allemaal wel iets over te zeggen hebben. Maar ik wil graag even inhaken op wat je net zei over dat we dus niet op de flyer staan. Dat is inderdaad ook wel ergens wel wat we willen. Want het is juist aan de Koperen Hond, denk ik, om de festivalbezoeker te verbazen en voornamelijk uit zijn comfortzone te trekken. Want dat is er, heerst er toch wel heel erg op een festival. Dus vandaar dat wij ooit hebben bedacht dat we met z'n allen op zoek moeten naar het ongemak. Omdat het leven al zo gemakkelijk is. Dus dat is eigenlijk een beetje de lijfspreuk van de Koperen Hond. Op zoek naar het ongemak. Op zoek naar het ongemak. En van daaruit ontspruiten namelijk de meest creatieve dingen. Als jij uit je comfortzone bent. En je eigenlijk net niet helemaal lekker op je gemak voelt, maar toch wel lekker vindt. Ik moet even, jullie weten. En dan zit je in een jurk, pardoes. Jullie weten dat ik advocaat ben. En ik kan even als voorbeeld geven, je zegt zelf, we staan niet op de flyer. Ik heb wel eens zaken gehad over artiesten die vonden dat ze veel hoger of veel heftiger op de flyer moesten. Grote lettertype of hun eigen logo en stond niet op de goede plek. Want Pietje stond iets meer naar links en Jantje stond rechts en daar waren ze dan boos over. Dat heb je ook op een flyer, een soort gevecht om van wie staat waar zo. Maar jullie hebben zoiets van, liever niet, we gaan niet op de flyer. Wij gaan gewoon zorgen voor een feestje op een bepaalde plek. We zijn er toch wel. Ja, kijk. Ik heb het volste vertrouwen in marketing. Maar het is eigenlijk van de zotte dat er überhaupt partijen zijn die daar enorm over vallen, vind ik. Want uiteindelijk gaat het om het gevoel wat je over wil dragen op een festival. Dat is in ieder geval waarom wij bestaan. Wij vinden het vet om op een festival in ieder geval voor onszelf het grootste feest te maken. En daar het liefst ook zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Maar vandaar ook dat we eigenlijk zeggen dat wij live radio maken, dus niet zoals dit met een livestream. Hebben we wel geprobeerd overigens, maar live komt dat het best tot z'n recht. Dan wil je juist op dat moment wil je mensen betrekken in algehele gekte en leuke muziek. Maar jullie leggen dus ook niet veel vast. Het is ook niet zo dat je inderdaad dan op zoek kan gaan naar, ja, er zijn misschien mensen uit het publiek die een filmpje gemaakt hebben, maar of heb je zelf ook wel. Nou, we worden er wel steeds beter in. Er zijn ook wel steeds meer mensen die dat ook wel heel erg vet vinden om. En ja, we willen het natuurlijk voor onszelf ook wel bewaren. We willen toch ooit aan onze kinderen laten zien dat wij dit vroeger deden. Maar het is wel. Het is net even anders. We zijn niet een doorsnee. Als je voor zover je kan spreken over een doorsnee feestorganisatie. Ik denk dat iedere feestorganisatie wel iets heeft wat uniek is. Dit is er wel één van ons, denk ik. Het lijkt me lastig, daar heb ik al over nagedacht. Ik denk dat een belangrijke kracht van jullie is dat je, laten we zeggen, die spontaniteit aan de dag wil leggen. Ja. Maar aan de andere kant, als het te gemaakt spontaan is, dan kan het dus tegen je werken. Als je op een gegeven moment mensen een soort van het trucje doorhebben, dan heb je ze weer en we zijn zo ongemakkelijk, spontaan ongemakkelijk van de zon, weet je wel. Dat lijkt me ook meteen een gevaar. Ik zeg het ook nu hier op de radio, op live radio, waar heel erg veel mensen meeluisteren. Dat is eigenlijk heel stom. Ik heb nu je weet hoeveel luisteraars we hebben. ik heb nu de succesformule heb ik al verklapt. Ja, nee, dus vanaf nu wordt het een trucje. Dus bedankt. Vanaf nu gaat het gewoon heel gemakkelijk worden. Vanaf nu gaat iedereen gewoon lekker gemakkelijk doen. Spontaan gemakkelijk. Ja, spontaan gemakkelijk. Tegenovergestelde van gepland ongemakkelijk. Juist. Zo kan je het ook zien. Dan zijn we alleen niet meer op zoek naar gelijksoortigen, maar ja, dat kan ons gestolen worden. Ik zie hier allemaal tegeltjes met van die deelsblauwe spreuken en zo. De poëzie tak van de Koperen Hond is ook zeker wel actief. Wij vinden het wel heel fijn om ook het gesproken woord wel in te brengen. Nou, dat brengt op ons het volgende, want een luistervraag is hier ook. Van Pauline Fles, vraag aan Carrie. Ah. Carrie? Ja. Nog een leuk gedichtje voor de luisteraars? Vraagteken. Assepoester, Ravelijn, kom maar snel. Dikke gein. Mooi.
Mooi. Wij hebben onder andere in Amsterdam heb je de stadsdichter. Dat is voor mij gisteren een nieuwe stadsdichter gekomen. Je hebt ook landelijk de dichter des vaderlands. Jullie moeten toch in jullie crew van volgens mij iets van 20 man een feestdichter, ja, of hoe je hem ook noemen wil, een koperen dichter, Ja, die hebben we zeker. Die hebben we zeker in de vorm van Ruben Wesseling. Dat is een zeer gewaardeerde dichter binnen onze crew. Wij hebben ook een aantal van zijn mooie werk hebben wij op stickers geprint. Dus ook, ja, ook wij doen toch wel aan marketing. En die hebben wij door de stad verspreid. Draagt meer bij, denk ik, aan wat de Koperen Hond in zijn geheel is, namelijk een creatief platform met ruimte voor iedereen die iets wil bijdragen aan het geheel van onze vriendengroep. Want dat is het wel. Het is wel een soort van uiting van een vriendengroep. En daar moet je inderdaad ook voor waken, want uiteindelijk willen wij niet de vriendengroep zijn die daar een eigen feestje bouwt, maar willen we dat het voor iedereen is die daar op het festival als bezoeker komt. En toch even over die vriendengroep. Geografisch, wat is jullie bakenmat? Waar ligt jullie kloppend hart, zeg maar, waar jullie vandaan komen? Nou, Ar, wil jij daar iets over zeggen? 071. Noordwijk aan Zee en binnen, overigens ook. Ja, en Noordwijkerhout, ja, de Bollenstreken, denk ik dat je daar wel mooi mee samenvat. Maar ondertussen zijn er allemaal leuke kletsmioren uit andere windstreken bijgetrokken. We hebben wat Limburgers. We hebben wat mensen uit Amstelveen. Mensen uit Amersfoort. Soest. Ik stel die vraag omdat ik hier vorig jaar of anderhalf jaar geleden had ik de jongens van Wildenburg Into the Woods hier. De hele crew ongeveer was in de studio. Het hebben we het heel lang over Amersfoort gehad. Gewoon over dat hun bakermat is. Een heleboel kennen elkaar vanuit Amersfoort. Allemaal creatief, allemaal iets in hun rugzakje. En zijn zo met elkaar gewoon toffe dingen gaan doen. Ja. Geldt dat voor jullie ook dus? Nou, dat geldt denk ik ook wel een beetje voor Noordwijk. We hebben in ieder geval Noordwijk ook wel samen met de jongens van Cult Lab vergeleken met Amersfoort. Want het is op een of andere manier ook wel, ja, er komt ook wel weer. Er ontspruiten allemaal gekke dingen uit Noordwijk op een of andere manier. Even goed als uit Amersfoort. En ja, het leuke is dat Noordwijk en Amersfoort elkaar ook wel behoorlijk gevonden hebben. Dus ja. Ja. En in jullie vriendengroep, hoeveel mensen zijn het in totaal nu? Die je zeg maar met Radio de Koper Hond echt in verband kan brengen? Nou, ik zou zeggen dat op een festival zijn het er 30 tot 50 die aansluiting zoeken. Op zeg maar een festivaldag. Ja, maar de harde kern van degene die de kar trekken of de bus trekken in dit geval? Dat zijn er nu 30. 30, oké. Okay. Ja. Ik dacht al 20, maar dan 30 nee, is het al zijn, aardig het zijn, wat. Ja. Ja, we hebben inmiddels zijn we de organisatie ook wel een klein beetje wat meer aan het structureren. Decentraliseren. Ja. Zorgen dat het gewoon wat meer echt één geheel wordt. En daarin kan je wel spreken van ongeveer 30 actieve leden. En wie zijn de witte boorden binnen de Koperen Hond dan inmiddels? Wie vormen de boord? Nou, er is nu een... Of is het democratie gewoon allemaal een stem, handen in de lucht? Leuk dat je dat zegt. Ja, nee, dat is inderdaad... We zijn nog vrij jong in die hele organisatie. Dus voor ons is het ook gewoon nog zoeken hoe we dat op gaan pakken. Maar we denken dat we nu met de structuur die we nu hebben... Er zijn jongens die goed zijn in bouwen. Er zijn jongens die goed zijn met techniek. Er zijn jongens die goed zijn met muziek, zoals Luc. Er zijn jongens die meer op het logistieke vlak wat in te... Want ja, je moet wel bedenken dat op een festival gaan er behoorlijk wat materialen van en naar, zeg maar. Dus ook daar hebben we behoorlijk wat talent zitten, om maar zo te zeggen. Dus iedereen zit erbij, draagt zijn steentje bij het hele geheel. Ik ben nogal visueel ingesteld. Ik zie gewoon divisies voor me, zeg maar. Dus de genietroepen die dan eerst naar het terrein van Wildenburg gaan om daar voor jullie kwartier te maken. En dan komt de volgende groep die dan enzovoort tot je daar... Ja. Of is het gewoon hop, allemaal daar, bam, aankomen, uitstappen en go? Nou, het is zo ging het wel dus eerst altijd. En dat was een beetje vanuit de koffiebus die ik uiteindelijk heb opgezet samen met nog twee andere vrienden van me. En dat was eigenlijk gewoon inderdaad naar een foodfestival rijden, daar je koffiebarretje opengooien en erachter komen dat het eigenlijk
een weekend dat een weekend wel erg lang is om daar koffie te verkopen. Als je niet je vrienden om je heen hebt en de gezelligheid om je heen hebt. Dus nou, toen zijn we begonnen met eerst een speakertje op het dak. En gezellig zoveel mogelijk vrienden uitnodigen. Ja, en dat werd iets meer dan dat. En nu is het dus inderdaad een ja, zeg maar gerust professionele organisatie die... zijn schouders eronder zet om te zorgen dat we steeds groter, steeds vetter, vettere dingen neer kunnen zetten. Het gaat eigenlijk naar een soort, ja, festival is een groot woord, maar een evenement binnen een evenement. Ja, dus... nou, dat is de Koperhond denk ik wel. Het is een speeltuin voor volwassenen op een evenement zelf, op een festival. We creëren wel een soort van onze eigen grenzen binnen een festival. En het gaat veel verder dan een hosting. Kijk, een hosting heeft toch vaak een muzikale achtergrond. Dat je een deel van de line-up is dan voor een bepaald label of een bepaalde klankkleur. En dat wordt dan ingevuld en dat noem je een hosting. Maar jullie gaan veel verder daarin. Ja. Het wordt echt een soort van evenement binnen een evenement. Juist, maar dan op een, laten we zeggen, spontane manier. Misschien moet ik dat woord niet meer gebruiken, maar je staat niet op de flyer. Je bent niet... Mensen nee, maar dat, niet, dat neemt niet weg dat er wel heel erg over nagedacht is. En dat iedereen wel een soort van alvorens een festival... Kijk, een Wildeburg neem ik dan als voorbeeld... omdat dat verreweg onze grootste en nou ja, meest alomvattende productie is geweest. En dat dit jaar ook weer gaat zijn. Dat is gewoon een project van een half jaar. Met alles erop en eraan. En het is ook je hebt dan een paar keer gezegd, marketing. Je bent dan in zoverre niet zozeer van de marketing in de traditionele zin, dat je dan de voorkant laat blijken. Maar dit gaat dan over mond-op-mond reclame ook. Dat je, als je toffe dingen laat zien, mensen die waren erbij, die praten erover. Ja. En er zijn natuurlijk ook op die evenementen komen ook weer collega-organisatoren die zien dat, die denken, hey, tof. En zo word je dan kennelijk gevraagd van het ene evenement naar het andere evenement. Ja, precies. En ook binnen op een festival zelf vind ik dat een hele leuke vorm. Dat we dus niet aangekondigd zijn, maar dat mensen ons helemaal op festivals Wildeburg... was ook op Wildeburg, dat leent zich perfect natuurlijk, want dan ben je al... het hele festival zoekende en aan het einde van het festival heb je nog niet alles gezien. Ja, en ze weten ook wel dat we er gaan zijn. Inmiddels weten ze het en dat is ook wel heel leuk. We staan niet op de flyer, maar... Nee. Ja, en wat dat is wel grappig om hierop in te haken, want een ander voorbeeld is DEFCON, waar we dus ook hebben gestaan. Daar kan je wel echt spreken van inmiddels vrij loyale achterban, zou ik bijna willen zeggen. Dat is natuurlijk een heel ander soort publiek. Die zeer actief zijn ook op fora en dergelijke. Daar werden wij omschreven als het vetste podium van DEFCON. Nou, ik weet niet, maar er gaan aardig wat miljoenen in de podia's die daar staan. Dat vonden wij wel heel erg leuk om te horen. En dat is gewoon een hele bijzondere weer een hele andere festivalbeleving wat we daar... Misschien val je wat meer op als ik Wildeburg met DEFCON vergelijk. En ik moet jullie dan zien op Wildeburg en op DEFCON, dat jullie bij DEFCON echt opvallen. Jullie zijn wie jullie zijn en je laat zien wie je bent. En dat is bij Wildeburg heb je denk ik veel meer tussen aanstekens gelijkgestemd. Dat bedoel ik ook weer niet negatief naar DEFCON toe, maar daar zit het dan wat meer in hetzelfde hoekje, zeg maar. Nou, wij zitten gerust een avondje hardcore neer, hoor. Daar zijn wij niet te beroerd in. Ja, want dat wilde ik aan Lucian vragen hier naast mij. Ja. Ik neem aan dat je je platenkeuze aanpast dan op DEFCON. Zeker. Hardcore en Frenchcore hebben we in ieder geval wel een paar platen van gedraaid. Maar ik ga dan toch wel liever voor een hard techno set. Die kan je dus niet overal neerzetten. Zeker niet... Op Wildeburg eigenlijk, of dat soort festivals. Het is allemaal te stevig, maar op een festival als DEFCON, dan kunnen ze dat zeker waarderen. En ik kan me ook wel voorstellen, want als je de hele dag naar hardcore luistert en alle hardcore, DEFCORE, core, alle cores... Kernmuziek. Zo, het is gewoon alle core muziek. Ja. Dan is het misschien ook wel lekker om techno te hebben als afwisseling. Als die mensen daar, die waarderen muziek, die waarderen ook harde muziek. Het moet stevige muziek zijn. House kom je niet echt mee weg. Ik heb een verhaal gehoord van 24 uur stage, van mensen die daar house hebben gedraaid. Die zijn nog steeds kwijt. ja, precies. Die zijn nog steeds kwijt. Die hebben menige bierglazen mogen ontvangen. Nee, je moet je wel aanpassen op het publiek, vind ik. En ik denk dat wij dat goed kunnen.
zeker ja, op dit soort festivals, dat wij dat nou ja, vorig jaar ook wel goed hebben gedaan, denk ik zo. Maar we hebben ook een, ja. We hebben ook een aantal mensen in onze groep die ook die echt daadwerkelijk van hardcore houden. Van hardcore en, houden. En, ja, wat Luc zegt, het aanpassen is heel belangrijk, maar het is ook heel leuk om te verrassen. En juist dan ook dus op een Defcon wat meer, nou ja, muziek wat toch wat meer in ons straatje past. Of in het straatje van vrienden. Maar ook op een Wildeburg juist wel die hardcore te pakken. Om, juist om daarmee een beetje, ja, toch ook net even wat anders te doen. En ik vind dat er is nog zoveel meer muziek wat ook gewoon, wat mij betreft, nog te weinig tegen horen wordt gebracht. Ik bedoel, als je het hebt over over jungle of over techno met de K, of echt gewoon een hele vette, wat ook gewoon een hele vette feestmuziek is. En eigenlijk moet het feest gewoon de rode draad zijn eigenlijk. In al onze muziek. Nou, het interessante is ook dat niet alle podia hetzelfde bieden. Nee. En dan in zoverre zou je bij Wildeburg ook kunnen zeggen, als jullie inderdaad met jullie podium ook een moment, want jullie hadden geloof ik afgelopen jaar 72 uur party, dat je daar een hardcore moment in hebt zitten. Ja. Was ook niet, mee met herinneren, kan het ook helemaal mis hebben, dat was niet Darkraver daar ook? Een van de oudere helden stond daar. Frans Vaas was er. Mystery guest. Met een delegatie, volgens mij kwamen ze toen net van een of ander hardcore feest vandaan ook. Ja, met de limo. Een soort uitruil met Defcon. Ja, ja, nee, die waren inderdaad te gast bij ons. Dat was interessant en heel leuk ook om te zien. Dus wij willen gewoon variëren in genres, maar ook willen we juist variëren in niet alleen maar muziek, maar ook andere dingen. Dus ook meer van spoken word tot theater, tot poëzie willen we laten horen. Want dat hoort wat ons betreft ook gewoon tot de festivalbeleving. Ik kijk Arnoud even aan. Daar gaat ze. Clouseau kunnen we op twee manieren invullen. We kunnen die plaat meenemen naar Defcon het komend seizoen. Misschien moet er een hardcore versie van gemaakt worden, weet ik niet. Of ga je hem oppitchen. Of je gaat Clouseau vragen of ze willen optreden op jullie podium tijdens Defcon of tijdens Wildeburg. Ik noem maar wat. Ja, we zijn op redelijk vrijwillige basis bestaan we. En ik zou het leuk vinden als zou Clouseau dat vrijwillig willen doen. Dus bij deze, Clouseau, als je luistert, je bent altijd welkom. En voor de rest denk ik dat het plaatje op zich dat leuker is voor de opbouw en de afbouw dan het daadwerkelijke festival. Want ik denk dat nog wel leuk is om te vertellen, Luc vertelde het al, dat er, we hadden het verhaal gehoord dat er bierglazen werden gegooid naar een house stage op Defcon. Dus die keer dat wij er stonden, hadden we ook, ik was er helaas niet bij, maar goed, hadden we een gaasje gespannen voor de DJ-boot als zekerheidje, soort van. En uiteindelijk blijkt dus op allerlei fora dat mensen het dus best wel leuk vonden. Terwijl wij nog een beetje onzeker waren over die indruk van hoe en wat. Natuurlijk een soort zelfspot. Dit is Roadhouse met Patrick Swayze. Dan hebben ze spelen ook met die bands volgens mij langs de weg allemaal. Dan hebben ze van die gaasjes ervoor. Ja. Als de muziek niet bevalt, gaat iedereen flessen gooien. Ja, nou ja, ik heb het niet gezien, maar het is ook daadwerkelijk uitgevoerd. Ja, en wat hier nog aan toe te voegen is dat we dus ook, we maken het eigenlijk de festivalbezoeker al best wel moeilijk, door niet recht toe recht aan muziek te draaien, wat eigenlijk iedereen al ergens anders kan vinden. En dat doen we, daar doen we nog een schepje bovenop door af en toe ook gewoon drastisch de muziek uit te zetten of dan wel even niet op de voorgrond te laten treden. Omdat we het ook heel vet vinden om wat interactiviteit te creëren in de vorm van een theatershow. We hebben bijvoorbeeld een goede vriend, Frans, die af en toe wel eens optreedt als Jan. Dat is Jan de Moker. En dan vinden wij het heel leuk om gezamenlijk te kijken naar hoe Jan collectief dingen kapot maakt. Vertel daar eens iets meer over inderdaad, want daar wil ik even op inzoomen. Even, want we hebben het nu over Jan muziek gehad. Nou, ik denk dat zijn wederhelft daar misschien nog wel meer over kan vertellen. Die ziet hem tegenwoordig vaak. Introduceer jij Jan even in de uitzending? Ja, Jan is Jan. En Frans is ambivalent van ambivalent. Ik denk dat daar alles mee gezegd. Ja, voor de rest is hij niet een heel interessant persoon of zo. Er valt weinig over te zeggen, denk ik. Hij zegt wel leuke dingen, hoor. Maar zo iemand achteraf denk je van, oh ja, die was er ook bij. Maar dan moet je alweer van anderen horen. Dat is Jan een beetje. Maar even over het andere, de randprogrammering. Dus niet zozeer de muziek. Ja, wij noemen dat geen randprogrammering, hoor. Theater of hoe je het noemen wil. Ja. Het is eigenlijk gewoon kernprogrammering. Juist, de muziek juist. Is misschien randprogrammering, core. Inderdaad. Van core-programmering inderdaad, kijk. Nee, maar vertel eens even over die core-programmering voor jullie. Ja,
ja, dat is dus een beetje voortkomend uit een combinatie van inspiratie, slaaptekort, alcohol en gezelligheid, denk ik. In welke volgorde? Willekeurig. Het een kan perfect na het ander ontstaan. Nee, maar dat is even nu wat in me opkomt. Maar dat is eigenlijk gewoon een soort... kijk, volgens mij is radio daar het perfecte platform voor. Helemaal als je live radio maakt. Kijk, hier kunnen we moeilijk een bokser een gevecht met zichzelf laten voeren. Maar op een festival kan dat wel. En wij kunnen daar dan ook live verslag van doen. Dat kan dus hier ook natuurlijk. Hè? We zouden het kunnen proberen. Nu livestreamt, dus laat die bokser maar binnenkomen. Ja, helaas is die er niet. Maar dat zijn allemaal, wij vinden het gewoon heel leuk om daar ook mee te spelen. Dus en dat is deels improvisatie, maar daar wordt ook deels wel over nagedacht. Maar zijn er mensen uit jullie 30, zeg maar, uit jullie midden? Ja, zijn het ook wel weer externe mensen dan? Nee. De showcases, om het maar even zo te noemen, die komen wel echt gewoon vanuit onze vriendengroep. En de mensen die het leuk vinden en dat gaat, dat ontwikkelt zich ook steeds meer. En dat komt een beetje voort uit een inspiratiebron. Van toch een beetje het ongemak opzoeken. À la Van Coat & Bee, à la Jiske Vet, à la... Ja. Rembo vooral. We hebben hem ook in de uitzending gehad. Dat is inderdaad wel een van de weinige externe. Theo Wesselo hebben wij uitgenodigd voor Wildeburg 2 jaar geleden om bij ons een aantal gedichten voor te dragen. Hij kwam niet in een wit pak, zag een hondendrol en dacht, daar moet ik niet invallen. Ik moet vooral niet invallen. Maar dat is wel, die humor is wel wat we opzoeken en ook gewoon willen laten zien aan de mensen. Ja. Jullie hebben dus eigenlijk, als ik terugpak voor de luisteraars, jullie hebben eigenlijk een soort, je staat zelf niet als Radio De Koper Hond op de line-up, maar stiekem hebben jullie zelf wel een line-up. Ja, we denken er zelf wel degelijk over na inderdaad. Ja, dus een soort spiegelbeeld wat hier dan plaatsvindt. Stiekem is dit gewoon een soort Forum voor Democratie move. Zijn wij gewoon de festival scene aan het overnemen. Dat zijn jouw woorden? Ja, dat zijn mijn woorden inderdaad. Maar ik heb hier eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Ik weet niet of jij nog een... Ik wil nog wel even inzoomen op jullie achterban. Jullie brengen eigenlijk met 30, laten we zeggen nu met 30 mensen, 30 tot 50 mensen, breng je echt iets naar een festival. Ja. Je had het net al over fora, waarop mensen actief zijn en zo. Kan je iets vertellen over jullie achterban? Zijn dat mensen die spontaan, zeg maar, op een festival voor het eerst kennis maken met jullie en denken, heel tof, ik blijk erbij was? Of zijn het ook mensen die die bus al aanzien komen? En dan bus met dubbel Z. ik vind dat lastig. Lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven. Vooral ook omdat wij dus niet zo nog. Ja, we zijn niet actief bezig om onze achterban ook te mobiliseren voor iets. Het komt gewoon op ons af. En dus wat dat er gaat, is je laatste voorbeeld, denk ik, meer op zijn plek. Dat mensen gewoon wel weten dat de koper rond er is. En dan daar uiteindelijk, terwijl ze tegelijkertijd een spoorboekje maken om naar verschillende artiesten te kijken, toch eigenlijk gewoon het hele weekend bij ons staan. En dat is op een of andere manier... En het leuke is dat die mensen die bij ons staan ook daadwerkelijk op een gegeven moment... Nou, er zijn een aantal voorbeelden die opgenomen zijn in eigenlijk de hele community en de gemeenschap die we hebben. We hebben ook veel gemeenschap. Je brengt dus niet... Want zo stel ik me dat voor, dat je met een mannetje of 30 bent. Misschien wat aanhang eromheen, wat vrienden. Op een gegeven moment dan breng je bij wijze van al 100 man mee. Die allemaal op een camping logeren. Zo. Dan ben je al op Wildeburg, heb je al je eigen veld bij wijze van. Ja, precies. Ja. Ja. En dat is voor een evenement ook wel fijn. Als jullie dan komen, los van dat je vertier biedt voor iedereen. Dat je ook al echt letterlijk iets meeneemt qua mensen. We hebben dan nu onlangs hebben ook een clubfeestje gegeven in de Canvas. Volgens mij hebben ze daar nog nooit zo'n hoge bar omzet gehad. Het was een gratis evenement, maar het stond stampvol de hele avond. Dus je merkt wel, op een gegeven moment mensen komen er wel naartoe of zo. Omdat het rondzinkt, dat jullie daar dan gaan staan? Ik denk het vooral rondzingen, dat is het vooral, ja. Ja. Ja, maar dat is op zich wel leuk natuurlijk. Dat past ook wel bij jullie. Want anders zou je jezelf, wat je net zei over dat je niet op de flyer staat. Dus als je dan zelf actief gaat posten, promoten van wij staan nu daar en daar komt al een... Dan ben je ook een beetje je eigen boodschap, denk ik, aan het vernachelen. En dan past het ook beter om gewoon je ding te doen zoals je het altijd doet. En dan komen de mensen vanzelf.
Ja, ik denk dat dat uiteindelijk wel is waar een festival om gaat. Want het blijft wel een soort festivalconcept. Dat is wel tenminste hoe het ontstaan is. En daar voelen wij onszelf ook allemaal het prettigst. Als wij op een festival met al onze vrienden bij elkaar vette dingen laten zien. Dat is wel waar we veel bij voelen. Neem niet weg dat het natuurlijk een platform is voor veel meer dan dat. Maar dat is voor ons ook een weg. Ik wil Lucian vragen of hij nog even een plaatje op wil zetten. Zo, doe een klein beetje muziek tussendoor. En aan het eind wil ik het nog met jullie hebben over wat er deze zomer allemaal staat te gebeuren. Je kan natuurlijk niet te veel erover vertellen, want dan is de verrassing weg. Maar misschien wil je voor onze luisteraars toch een klein tipje van de sluier oplichten. Okay. Dan zat ik even te denken, ik had nog een vraag die hier net mee vasthing, maar dat komt zo nog wel. Misschien dat Lucian nu een plaatje op kan zetten. Dan hebben we het er zo nog over. Ja? Top.
Thank you.
just like that. Just like that.
Ja, zijn we weer. Het is bijna 5 uur nog, 8 minuten. En aangezien we nog een paar bangers aan het eind willen horen. Tenminste, dat is hier net gezegd, dat we nog een paar bangers krijgen. Laten we dan nog even 3 minuten inbreken. Om met name ook even nog naar het komende seizoen te kijken. Het is maart, de lente is begonnen. De festivals gaan hier weer beginnen. Wat kunnen wij verwachten van Radio De Koperen Hond? Nou ja, ten eerste staan wij allemaal weer heel erg te trappelen om het nieuwe festivalseizoen in te gaan. Zoals ik net al even aangaf, het kwam al even naar voren, Wildeburg is er wel weer eentje. En wat ik ook al zei, dat is heel veel werk, want daar willen we echt even onszelf goed laten zien en een vette stage neerzetten. Wat we op de semi-korte termijn nog gaan doen is 20 april, dan hebben wij een avond in het Filmcafé in Utrecht. Dat wordt best wel leuk. Daar hebben wij in ieder geval een locatie tot onze beschikking om avondprogrammering te doen. En we proberen de festivalgekte daar naartoe te brengen. En, heb je dat niet verkocht als dat jullie daar een soort koffieavond voor baristaopleidingen? Dat was de aankondiging en ze weten niet de locatie dat daar het festival naartoe komt. Nou, het is ook een bioscoop, heb ik gehoord. Dus dat wordt nog wel spannend. Maar nee, voor ons is dat de eerstvolgende echte waar de feestrakkers weer van stal mogen. En dat gaan we eens even kijken hoe dat gaat in Utrecht. Heb je ook nagedacht over het buitenland? Radio De Koperen Hond, vertaal dat eens naar het buitenland. Als jullie gevraagd worden om, ik noem maar wat, in Kroatië wat te doen? Ja, graag. Mijn bus die kan dat wel aan, dus op zich kunnen we daar wel gewoon lekker naartoe rijden met z'n allen. Nee, dat is een stille hoop om dat ooit nog een keer, of in ieder geval ja, noem het een levensdoel of zo. Festival in het buitenland, want ja, ik heb ook wel gezien hoe ze het op Fusion doen bijvoorbeeld. Dat zou perfect passen. Dus graag. Heb je ook inspiratiebronnen in het buitenland? Soortgelijke collectieven vanuit het buitenland, dus andersom, waar jullie wel eens zijn geweest op een evenement dat je dacht, heel tof, zo'n groep ook, lijkt een beetje op wat wij doen of helemaal niet? Ja, ik vond de gay bar op Fusion vond ik geweldig. Die deden echt, nou ja, hoe lang duurt dat festival eigenlijk? 5 dagen. Nou ja, keer 24, lang, gekkigheid, karaoke, weet ik veel wat ze allemaal deden. Ik ben er een paar keer langs gelopen, ik heb er een paar keer tussen staan. Nou, dat was heaven on earth. En ik ben er nog steeds wel van me apropos, maar dat wil je hebben. Dat je eigenlijk weggaat met het idee van hoe voelde ik me hier nu eigenlijk bij? Maar dat lijkt me ook wel lastig als je veel naar evenementen gaat, je hebt veel meegemaakt, om dan weer verrast te worden als het ware. Op een gegeven moment heb je misschien het idee dat je het allemaal wel gezien hebt, dat je dan toch weer elke keer geraakt wordt op een goede manier door dingen die je dan weer meemaakt. Nou, ik denk vooral dat je een mooi onderwerp aanstelt, de buitenlandse festivals. En dan heb ik nu even specifiek over wat wij dan hebben ervaren op Fusion. Dat is wel even verbazing, zeg maar. Van, oh ja, zo kan het ook. Dat is wel voor ons was dat een, voor de mensen die er waren afgelopen jaar, een mooie inspiratie. Maar ja, zo zijn er natuurlijk nog heel veel andere festivals door heel Europa heen waar hele mooie dingen gebeuren. Waar wij uiteindelijk ook best wel zouden tussenpassen, denk ik. Als ik naar een curve kijk, dat klinkt heel bedrijfseconomisch, maar je hebt zo'n mooie groeicurve van bedrijven. Dan hebben we net een hele mooie fase voor jullie gehad, maar dat is eigenlijk nog maar het begin. Het is natuurlijk een soort van stap die gezet is, een soort marker. En vanaf daar gaat het alleen maar mooier worden. Ja, het wordt mooie achtbaan, denk ik. Dat is het al. Er komen steeds meer karretjes bij. Lucien, muzikaal, wat kunnen we van jou verwachten? Die live show, gaat die er komen deze zomer of moeten we nog een jaar wachten? Nou, wordt het ADE live? Wachten, dat kan natuurlijk ook, hè? ADE live. Sorry, niet alleen van mij, maar eigenlijk van heel veel van onze koperen honden komen er hele mooie dingen aan, denk ik. En mensen duiken er steeds meer in. Mensen zijn er steeds meer mee bezig, beter over aan het nadenken. Eerst was het, we doen ook wel mee. Mensen, het was laagdrempelig. We hadden een festival en een stage. En mensen die dachten van, nou ja, dat kan ik ook wel en gewoon meedoen. En ik denk nu dat we kwalitatief
stappen maken. In het begin was het voor de leuk. En nou merk gewoon dat het serieus wordt. En hoe meer we het doen, hoe meer we ook terugkrijgen. En hoe meer het motiveert en hoe serieuzer het wordt. Dus ik denk dat iedereen ook van ons steeds meer gemotiveerd raakt om zich van zijn beste kant te laten zien. En ja, er zijn natuurlijk bij iedereen bij de festivals is er heus wel een beetje spanning. Want kijk, er staan hele grote namen op de festivals en je komt ertussen. Maar wat leuk is, is dat als je tegelijkertijd draait met een hele grote naam. En dat er bij jou ook gewoon vol staat. En dat het gewoon, dat je dus blijkbaar gewoon meekomt. Het gaat op een gegeven moment ook niet alleen maar om de muziek, maar het gaat natuurlijk ook om de sfeer. En het gaat om alles wat erbij hoort. En als je het uitstraalt, dan bouw je het feestje. En ik denk dat al die impulsen voor iedereen van de afgelopen periode, iedereen motiveert en iedereen stimuleert om gewoon ervoor te gaan. En ik denk dat je dat terugziet. En mensen, het is een gig en het is wel leuk om te zien dat mensen wel echt zo van, oké... Kom, we gaan die weekenden ervoor gaan we gewoon alleen maar draaien. We gaan alleen maar draaien en we gaan zorgen dat het gewoon klopt. En we gaan plaats selecteren en dan ga je gewoon echt wel weer terug. En mensen gaan er gewoon echt voor en dat vind ik gewoon leuk om te zien. Dus dat niet alleen bij mij, maar dat zie ik gewoon bij iedereen. En bij wie ik nog niet zie, dan... Een trainingskamp van Radio de Koperen Hond zie ik hier voor me. Ja. Vrijwillig. Maar spontaan natuurlijk. Maar de kunst voor jullie is natuurlijk wel, denk ik, in de volgende fase is de kunst voor jullie wel om dat gevoel te behouden. Je gaat dan misschien wel iets serieuzer worden of iets dat je allemaal wat professioneler gaat aanpakken, bij wijze van. Maar dat kan meteen ook een gevaar zijn. Dat ja, je daarmee het moet frivol blijven en iedereen moet inderdaad wel van zijn eigen... moet het koperen hond DNA een soort van... dat is eigenlijk gewoon nog niet helemaal af. Dus het is een ongoing process natuurlijk. Maar wat Luc net zei, het is echt super mooi om te zien dat er echt kwaliteiten naar boven komen van onze vrienden. Waar je gewoon echt wel als vriendengroep best wel trots op mag zijn. En ook vooral dat het een soort van ook andere mensen motiveert om aan te sluiten en mee te doen. Want iedereen is welkom. En dat is het allerleukste eigenlijk van de overkoepelende radioshow, denk ik. Het is gewoon een heel uitnodigend platform voor iedereen. Dus ik hoop iedereen te zien komende zomer. Ik kijk even op de klok. We hebben nog officieel 1 minuut. We worden er om 5 uur niet uitgegooid. Ik zie geen mobiele eenheid hier staan. Stond hier ooit wel met de Multigroove. En toen werd hier in de Elementstraat alles ontruimd. Dat gaat hier nu niet gebeuren. Legendarische grond hier. Precies. We hebben nog 1 minuut officieel. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de komst in de studio. Heel tof dat Radio de Koperen Hond hier Radio Nachtlab, de Night of Clerks, overnam voor 2 uur. Graag even plaatsgemaakt voor jullie. Dan kijk ik weer even links achter mij. Daar zie ik Arnoud. Die gooit normaal wat hondenbrokjes in de eter. Die gaat nu volgens mij een banger opzetten die hier net om de hoek gekocht heeft. Een banger. Wij gaan elkaar zien deze zomer. Yes. Dank voor het luisteren en tot volgende maand weer. Jullie bedankt.
Leap before you look. Look if you like, but you will have to leap. Leap before you look. Although I love you.